Welkom, beste luisteraars, bij de niet zo serieuze sprookjes. Live vanuit het Zottekot in Pulderbos. Als je jong bent, worden er heel vaak sprookjes voorgelezen. Maar dan word je ouder en dan stopt het vandaar deze niet zo serieuze sprookjes. Ik ben Geron de Wulf en ik word bijgestaan door niemand minder dan de geweldige improvisator Gregory van Damme. Gregory van Damme. Ja. Gregory. Ik was aan het klappen voor mijn eigen. Ja, keigoed. We hebben een opdracht gekregen. Er was eens een politieker met een gat in zijn zak. Alright. Okay? Hier gaan we dan. Er was eens een politieker met een gat in zijn zak. Heel, heel lang geleden. In een klein stadje genaamd Antwerpia. En Erwin was een extreem rechtse politieker. Maar het probleem in Antwerpia was dat daar sinds kort geen enkele Antwerpienaar nog leefde. Hij was daar helemaal alleen dus. Wat moeilijk was bij de verkiezingen. En het was bijna zover. Het was bijna zover dat er verkiezingen aankwamen, maar er leefde niemand meer in Antwerpia. Dus er was maar één stem en dat was de zijne. En hij moest dus op zichzelf stemmen om verkozen te geraken. Maar het reglement zei dat je wel 25 stemmen nodig had. Dus schreef hij een brief naar mensen buiten Antwerpia. Om in Antwerpia te komen wonen. Als het ware een soort migranten. Maar daar was hij natuurlijk tegen, volgens zijn politieke kleur. Want hij was extreem rechts. Dus het was moeilijk. Hij zat met een gigantisch dilemma. Wat moet ik nu doen om verkozen te worden? Migranten toelaten om dan verkozen te worden en ze dan terug weg te sturen, dat leek hem nogal te omslachtig. En hij dacht, weet je wat, ik pak mijn boek uit mijn zak met alle goede raad voor een goede politieker. En hij pakte uit zijn zak een boek, maar het boek was weg. Er zat Want er zat een gat in zijn zak. Nee, het is nog niet gedaan, rust. Dus ging de extreemrechtse politieker op zoek naar zijn boek door een pad ver buiten de stad waar hij het laatst geweest was. En hij loopt op dat pad en hij zoekt. En hij zoekt. En plots komt hij daar een migrant tegen. Eigenlijk gewoon iemand van buiten de stad. Maar buiten de stad zijn allemaal migranten. En de migrant zei... Alwel, om te zeggen dat ik hier ietsje verder een boe heb gevonden. Ah, zei de rechtse politieker, dan kan je me niet helpen, want ik zoek een boek. Ah, wel, maar ik heb een boel gevonden. Ja, maar ik zoek een boek. Nee, ja. Dat wat ik zei. Een boek. Zie. Een boek. Een groot, dik boek. Ah, je bedoelt een boek. Dat wat ik zei. Ja, ik heb een accent. Ik ben van ver. Ik ben een migrant. Ja, zoals alle migranten West-Vlaams babbelden, praatte die migrant ook West-Vlaams. Ik ben van over de zee moeten komen, dus ik spreek nu West-Vlaams, omdat ze me dat daar geleerd hebben. Ja, het was vlot West-Vlaams. Je hoorde dat hij bijna niet dat hij ooit was ingeweken in West-Vlaanderen. Het was bijna een native speaker geworden. Maar de man keek naar het boek en het was inderdaad zijn grote politiekerweetjesboek. En hij zei ook, dat is mijn boek die uit mijn zak is gevallen. Ja, hoza. Dat kan je wel verteld, hè? Ja, echt zei hem, ik heb een gat in mijn zak. Ja, hoza, dat zijn al politieke dat je zou... Ja, hoza. Dat hij niet worden. Ja, je zou... En van iets verder kwam nog een andere man afgewandeld. Ook een migrant. Ook een migrant, want hij sprak de volgende woorden... Ah, maar u ken ik precies. Zet jij geen politieker? Het was een migrant van helemaal aan de andere kant van de wereld. Hier moet je een peer hebben.
Limburgia. Ja. Limburgia. Ja, zei de man van Limburgia. Ik kom ook van verre. Ik ben helemaal naar hier gekomen. En hier ben ik dan. Ja, zei de man uit West-Vlaanderen. Hoezo? Maar dat heb ik niet. Maar nee, maar ho. Ik heb het u gezien, toi. Ja, zei de politieker. Dus de politieker sloot een pact met de man van Limburgia en de man van West-Vlaanderen. Als jullie mijn boek teruggeven, mogen jullie iedereen uitnodigen om gratis in mijn stad te wonen. En als jullie dan op mij stemmen, dan zal ik ervoor zorgen dat jullie de pensioenen worden verlaagd. En dat jullie Antwerpia's leren en dus ook wereldburgers worden, zoals alle Antwerpianen. Ja, want dit is het centrum van de wereld. Maar toen kwam er daar een toe, die zei, wow, ik ben Pulderbos, hè, ham. En het centrum van de wereld ligt eigenlijk veilig in Pulderbos. En die man eigenlijk pakte een mes en stook dat recht in het hart van die extreemrechtse politieker. Waardoor er geen politieker meer was. Alleen die man van Pulderbos. En zo volgde die twee migranten de man van Pulderbos en werd Pulderbos Antwerpia. Eindelijk Antwerpia en het centrum van de wereld. Wat is nu de moraal van dit verhaal? De moraal van dit verhaal, als je een migrant ziet met een boek, dan weet je dat hem ontliegen is. Deze is zo'n foute moraal. Ik bedoel West-Vlaming. Slaap lekker.